President Desi Bouterse heeft vandaag Charmé Haakmaat Koning Verander benoemd tot ambassadeur in de Algemene Dienst van Suriname bij de CARICOM en de Associatie van Caribische Staten. De benoeming vond plaats op het presidentieel paleis. Als ambassadeur van Suriname zal Haakmaat Koning Verander zich bezighouden met de bevordering van de economische ontwikkeling in de Caribische gebieden. Ook de regionale integratie is belangrijk. De president zei tijdens zijn toespraak hoge verwachtingen te hebben van de jonge ambassadeur. De belangrijkste taken van de ambassadeur van de Republiek Suriname bij de CARICOM zijn dan ook om de bijdrage van de Republiek Suriname aan regionale ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken te leveren en de positie van Suriname duidelijk over te brengen. Als ambassadeur van de Republiek Suriname bij de CARICOM en de ACS zult u zich moeten inspannen om het beleid effectief te implementeren en voldoende betrokkenheid van alle nationale actoren te stimuleren. U zult de regionale integratieprogramma's moeten stroomlijnen met de nationale ontwikkelingsdoelen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van Suriname. In een interview vertelt Haakmaat Koning Verander dat ze zich vooral op het gebied van toerisme wil inzetten. De nieuwe ambassadeur heeft al jaren ervaring met het buitenlands beleid van Suriname. Eén is die connectiviteit en toerisme. Binnen de CARICOM en ook binnen de ACS is connectivity eigenlijk onze grootste zorg. De potentie is er, mogelijkheid is er, afzet is er, afzetmogelijkheden zijn er op de Caribische markt. Maar die connectiviteit, speelt ons parten. Dus met de komst van de PM laatst, de PM van Barbados, daar hebben we besproken en bekeken op welke wijze we die connectivity anders beter kunnen regelen. Niet dat ieder weet het, maar wat zijn zo'n beetje de eisen waaraan een ambassadeur moet voldoen in het uitoefenen van zijn of haar werk? Eén, je moet affiniteit hebben met het werk. Je moet van het werk houden. Twee, het is heel veel. Je moet bereid zijn om je schouders eronder te zetten. Een ambassadeur dient ook transparantie, geduld en het grootste is je land uitdragen, op een heel positieve, zeer positieve wijze je land uitdragen. Charmé Haakmaat Koning Verander, de nieuwe ambassadeur in de Algemene Dienst van Suriname bij de CARICOM en de Associatie van Caribische Staten. Ze is vandaag op het presidentieel paleis benoemd door president Desi Bouterse.